Ik ben Vera Morina en ik heb de tekst geschreven voor de lunchvoorstelling Wolimte. Dat betekent Ik hou van jou in het Bosnisch. Het stuk speelt zich af in Amsterdam in 2022. En het gaat over Anna, een vrouw van midden 30. Anna is als kind gevlucht van de oorlog in Bosnië en zij is in Nederland komen wonen. En omdat we in Nederland nauwelijks praten over de oorlog waar zij vandaan is gevlucht, weet zij inmiddels niet meer hoe ze daarmee om moet gaan en hoe ze haar verleden moet dragen. Zij is zwanger en we zien hoe zij alle spullen die haar aan haar kindertijd in Bosnië doen denken in een vuilniszak stopt, omdat ze worstelt met de vraag welke delen van mezelf wil ik wel of niet aan mijn kind doorgeven. En terwijl ze dat doet, komt er een man, bebloed, haar woonkamer binnen en dat is een man die zij al 27 jaar niet heeft gezien en hij wil haar vertellen waar hij is geweest. De man die in haar woonkamer verschijnt is Soele en hij is daar om haar te helpen. Hij wil Anna een alternatieve geschiedenis geven, een verleden waar ze niet verdrietig om hoeft te zijn, maar eentje waar ze juist trots op kan zijn. En vanaf dat moment wordt het verhaal een beetje vervreemdend, omdat we dan het magisch realisme en science fiction een beetje op gaan zoeken. Ik schrijf meestal wel in een mix van realisme en magisch realisme. Op de eerste plaats omdat ik dat gewoon vet vind. Op de tweede plaats omdat ik over best wel grote thema's schrijf. Abdel Daoudi is de regisseur van het stuk. En Abdel is mijn artistieke zielsverwant. En ik voel bij hem dezelfde noodzaak om dit verhaal nu te vertellen. Wanya speelt Soele. En wat ik heel vet vind aan hoe hij Soele speelt, is dat hij op het ene moment heel fel kan zijn en het andere moment juist heel erg lief. Gonca speelt Anna en zij speelt Anna heel erg grappig. Tegelijkertijd kan zij een enorme diepte en zwaarte in haar stem leggen. Dat is geweldig om naar te kijken.